Wie dacht dat mozzarella alleen in Italië gemaakt kan worden, heeft het mis. Ook in het Twentse Denenkamp wordt deze kaas gemaakt. Van melk van waterbuffels. Dat is het levenswerk van Andra Westerhof en Alfons Blokhuis. Waar zijn ze, de buffels? Ja, ze staan binnen. Ik wou het net naar buiten doen. Loop maar even mee. Dankjewel. Daar staan ze met z'n allen. Ja. Hoeveel zijn het er? 35. Oh, mooi gezicht. We staan al te wachten om naar buiten te gaan. Ja. Oho. En daar gaan ze. Jeetje. Ze vinden het wel fijn om naar buiten te gaan. Ja, mogen ze elke dag even luchten. Ja. Toen ze het familiebedrijf overnamen, bestond de veestapel nog uit koeien en varkens. Alfons en Andra besloten om naast hun melkkoeien buffels te gaan houden. Ook voor de melk. En wat kan je vertellen over de melk? Wat zijn de verschillen met koeien? Een heel groot verschil is het calciumgehalte. Dat is een kershoog als in koeienmelk. Mm-hmm. En daarom heb je ook die echte witte buffelmozzarella. Ja. Want ik begreep dat mensen met een koemelkallergie, die kunnen wel buffelmelk drinken, toch? De kans is groot dat ze de buffelmelk kunnen verdragen. Maar het moet wel duidelijk zijn of het een koemelkallergie is of een lactoseallergie. Want lactose zit ook in buffelmelk. De waterbuffel komt oorspronkelijk uit Azië, maar voelt zich in Nederland ook prima thuis. Ze kunnen wel goed gedijen hier. Het klimaat is eigenlijk beter als in die warme landen. Ja? Daarom nemen ze ook waterbuffel, omdat ze een hele dikke huid hebben. Ze zijn donker van kleur en dan kunnen ze heel slecht in de warmte. En waarom zijn jullie buffels gaan houden? Ja, daar zagen we nieuwe uitdagingen. Een uitdaging was het zeker. Die gingen ze aan op het moment dat ze het bedrijf om moesten vormen. De volgende stap was om de hele keten van melk en kaasproductie in eigen hand te nemen. Tot en met de verkoop. In de kaasmakerij wordt mozzarella gemaakt van zowel buffelmelk als gewone koeienmelk. Buongiorno. 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 Dat is Salvatore, dat is Gennaro. En dat zijn onze beide kaasmakers. Uit Italië? Uit Italië. En maken jullie het ook wel eens zelf? Nee. Dat kunnen hun veel beter dan wij dat kunnen. Ja? Ja. Maar wordt het dan wel Hollandse buffelmozzarella of Italiaanse buffelmozzarella op deze manier? Twentse mozzarella met een vlucht Italië. Ja? Ja. Kijk, en dit is het kunstje. Wauw. En hoe vind je de mozzarella het lekkerst? Hoe eet je hem het liefst? Ja, het liefst. En dat is ook het meest bekende gerecht. Dat is de salade caprese. Dat is een stukje mozzarella, een tomaatje en een blaadje basilicum. En dat is de lekkernij.